De gemeente Tiel doet voor haar inwoners meer dan wat geadviseerd door de landelijke overheid om een bijdrage te leveren aan de gestegen energiekosten. De gemeente Tiel die heeft een regeling gemaakt waarin inwoners een energietoelage kunnen aanvragen. Mensen met een uitkering die hebben die inmiddels ook die energietoelage van 800 euro ook al gekregen, ambtshalve. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld afgelopen jaar de individuele inkomenstoeslag hebben gekregen. Dat zijn al zo'n 1100 huishoudens die toelage hebben kunnen toekennen en ook hebben kunnen overmaken. Maar daarnaast hebben we als Tiel ook besloten dat we niet alleen mensen met een uitkering, maar tot 120% van het bijstandsniveau mensen die uitkering of die toelage kunnen aanvragen. En daarvoor hebben we een speciaal portal opgericht om voor die mensen die aanvraag in te dienen. De gemeente heeft de afhandeling van de toelage uitbesteed en dat loopt nog niet helemaal zoals het moet. Er zijn wat technische problemen. Wij zijn daar nu volop mee aan de slag om dat te verbeteren. Om uiteindelijk ook die aanvragen zo snel mogelijk te kunnen beoordelen. En ook uiteindelijk, als ze voldoen aan de voorwaarden, ook uit te keren. Als u moeite hebt met de aanvraag, is er ook hulp. Via dynamiek en de formulieren hulp kan je ook gewoon een papieren versie invullen met wat begeleiding daarbij. Dus ook voor die mensen die dat wat lastig vinden is het mogelijk om de energietoelage aan te vragen. Daarnaast geeft de gemeente ook tips om verder te bezuinigen op de energiekosten. Via het energieloket, daar vind je ook inloopspreekuren. Mensen die je helpen om met goede ideeën om toch het gebruik van energie terug te dringen. En dat helpt natuurlijk uiteindelijk ook bij het terugdringen van je energierekening. Meer informatie kan je vinden op www.tiel.nl, zowel over de toeslag als over energiebesparende maatregelen en de spreekuren van het energieloket.